over Jay. Het is in ieder geval een heel leuk team. Kijk, kan je natuurlijk ook zien. Een groep met heel veel energie. Ik haal er zelf heel veel plezier uit om te zien hoe ze dat doen. Het zijn allemaal verschillende karaktertjes. En waarschijnlijk ook al in de interviews te merken dat het zijn toch al behoorlijke mannetjes. Ik ben de Sjaarder echt dat ik ben 7 jaar, ik speel bij Ajax van de 18. Ik ben Jace Helder, ik ben 7 jaar en ik speel bij Ajax van de 18. Nou, de trainingen allereerst natuurlijk heel veel plezier maken. En tegelijkertijd dat we wennen aan hoe we hier trainen, aan hoe we hier met elkaar omgaan. En als we het over voetbal hebben, dan hebben we het echt over technische vaardigheden. Goed de bal kunnen aannemen, kunnen pasen. We hebben ook iets dat we de kruifkwaliteiten noemen. Dat betekent dat je het ten alle tijden de bal bij kan houden, dat je kan domineren aan de bal. Maar dat je ook heel goed vooruit kan passeren, het frontaal passeren. Dat noemen we dan de kruifkwaliteiten. Dat gekoppeld aan hele simpele spelprincipes. Spelprincipes klinkt soms allemaal een beetje chic, maar ja, hele simpele dingen zoals het groot maken van het veld en het klein maken. Ja, die dingen gebundeld bij elkaar, dat is eigenlijk waar we elke keer mee bezig zijn. Hij is heel technisch, goed schot. Hij kan van ver, hij kan van overal voorgeven. Hij heeft wel techniek geleerd bij onze trainer, Nigilio. En hij kan ook wel boos worden, maar dan wordt hij weer blij. En dan, ja, dat speelt hij weer goed. Hij is een goede trainer, leert ons goede dingen, daardoor worden we beter. En als we niet meer bij Ajax spelen, maakt het niet uit. Dan heeft trainer Mark ons alleen maar getraind. En dan worden we gewoon de beste van de hele wereld. Je kan altijd iets vragen. Als je het niet snapt, twee keer, dan je kan het blijven vragen. Hij kijkt nooit boos. Mark van Lid, mijn tweede jaar als hoofdtrainer van Ajax onder 8. En ik ben 32 jaar. Ik heet Jesaja, ik ben 6 jaar, ik ben bijna 7 jaar en ik speel in de onder 8. Hoi, ik ben Timotjen, ik ben 7 jaar oud en ik ben in de onder 8-1 en ik speel bij Ajax. En we moeten zaterdag tegen de onder 9, dat is het hele seizoen tegen de onder 9, want in de onder 8. Ja, dan is het heel makkelijk, want dan winnen we eigenlijk met 30 of 20-0. Niet opgeven, alles doen. Soms we hebben we heel lang partij en dan gaan we naar performance en is het ook altijd leuk. We hebben trainer Ronald. We doen springen, we doen ook klimmen, we doen van alles. En dat vind ik heel leuk, daar word je sterker en sneller van. Eén jongen, hij heet Darian. Ik had één keer een grapje iets gedaan. We gingen een oefening doen. Ik ging schieten tegen de doel. Hij was tegen de lat aan en toen kwam het tegen zijn hoofd. Ja, als je daar op het veld staat met zulke jonge mannetjes en ze hebben er heel veel plezier in en je ziet ze dan ook nog eens beter worden. Dat zijn natuurlijk ook nog hele talentvolle spelers. Ja, het is gewoon een genot om met hun op het veld te staan. Dus, ja, het is eigenlijk een droom die uitkomt.